Ja, klopt. Dat wordt echt een uitdaging. Een week lang sluiten ze zich op in het Glazen Huis dat dit jaar in Nijmegen staat. Drie DJ's van 3FM die met de actie Serious Request geld inzamelen voor Stichting ALS. Zondagavond gaat de deur op slot en wordt 24 uur lang per dag radio gemaakt. Vanmiddag gaf DJ Sofiel Hielkema een rondleiding. Het geld voor het goede doel moet vanaf zondagavond binnenstromen via deze brievenbus. Ja, klinkt goed toch? De DJ's moeten wel afzien, want een week lang leven ze alleen op sapjes. En dat met uitzicht op de HEMA. Ja, klopt. Dat wordt echt een uitdaging. Tompoezen, rookworsten. 24 uur per dag radio maken valt natuurlijk ook niet mee. Al wisselen de DJ's elkaar wel af. Kijk, dit is mijn bedje. Ah, dit ligt. Dit ligt wel lekker. Dit is wel echt een hele rare situatie. Naast het Glazen Huis staat het podium waarop volgende week de hele week live optredens zijn. Nijmegen, hebben we er zin in! Eindelijk Nijmegen. Ik ken de stad redelijk, maar ik denk dat ik hem pas echt goed ga leren kennen tijdens het Glazen Huis dit jaar. Klinkt wel goed, toch? Lekker. Waar kijk ik het meest tegen op? Tegen het zwarte gat wat daarna volgt. Daar kijk ik het meest tegen op. Dus vorig jaar heb ik wel eens mijn gordijn open gedaan in de hoop dat er dan gezellig mensen stonden te zwaaien. En dan ging mijn brievenbus, hoorde ik, opengaan. Dan dacht ik, oh yes, geld voor het. En dan was het gewoon belastingaanslag. De belastingaanslag die binnenkwam. Dus dat, het zwarte gat is wel waar ik het meest tegen op zie.